altijd één nummer maken en ik maak iets heel anders en dat gebeurt onderweg, weet je. Dus dat is eigenlijk het uiteindelijke werk. Het is één zoektocht naar iets en alles wat onderweg gebeurt, dat zijn nummers en dat is wat er gebeurt. Ik bedoel, ik heb niks in mijn hoofd hoor, maar ik wil gewoon iets, ik weet wel waar ik mee bezig ben, dus. Hier zijn we bij Dave. We zijn thuis. Dave, onze drummer, de voormalige drummer van Evil Superstars, Sister Poopoo en nu Millionaire. We spelen al heel lang samen en een soort van natuurlijke gang van zaken dat wij altijd samen zijn door blijven doen ook. We hebben vroeger uren samen gezeten op zijn kamer, muziek luisteren, weet je. Dat is Gary Newman. De Gary Newman, juist. Kom binnen. Residentie Millionaire. De living. Hier onze artwork die ik samen met mijn zusje heb gemaakt. Onze eerste. Hier wou eigenlijk, dat was, toen we onze eerste single gingen uitbrengen, dacht ik van, wauw, we gaan een hoes maken. Zo, ik kon niet beter verzinnen dan gewoon met stift beginnen te tekenen. Een beetje geïnspireerd op funkadelic hoes en zo. Ja. Maar dat heeft mijn zusje getekend, die heel goed is met art, die met grafische dingen bezig is. Hoe doe je dat als je teksten schrijft? Want ik zie daar een heel woordenboek liggen volgens mij. Ja, gebruik ik ook woordenboek, ja? Natuurlijk. Allee, bedoel, weet je, ik wil fatsoenlijk schrijven ook, ik wil fatsoenlijk uit. Ook voor alles. Allee, als je een taal zingt, moet je ook kunnen. Moet het fatsoenlijk zijn. Ik hou echt niet van ten eerste accenten in het Engels zingend. En ik hou ook niet van foute zinsconstructies en zo. Dan hou ik het liever simpel en tot wat ik echt in mijn leefwereld meemaak, dan probeer het te moeilijk of te gemakkelijk te zijn. Ja. Maar ik hou ook van teksten van Prince bijvoorbeeld, die eigenlijk niet meer zeggen dan waar de hele tijd to and you en come, ik weet het niet, maar gewoon simpele seksteksten. Ik gebruik mijn stem ook als instrument. En ik hou ook van dat er iets gezegd wordt, maar ik hou ook ervan om mijn stem echt zo te gebruiken als. Weet je, een beetje. Ja, echt als een instrument te gebruiken. Ook met micro's dicht te houden en ver af en zo bepaalde klanken weer te brengen. Gewoon een soort van, zoals elke puber, jeugd. Een jongen die op de schoolbank zit weg te dromen met bandjes die een rock'n'roll leven beleiden op de bus. Bedoel, dat is het beeld. Dat had ik ook natuurlijk, maar ik heb nooit gekeken. Dat transformeert zich naar echt de behoefte om muziek te maken, echt muziek te maken. Pietje. Alles goed? Ja. Ja, prima. Wat ben je aan het zoeken, Tim? Ik ben aan het zoeken, eens kijken naar welke platen we vroeger. Oh ja, we luisterden naar alles. Alles stond altijd op vroeger, maar er waren misschien toch bepaalde platen die ik zelf graag hoorde. Ik weet niet meer juist waar, maar. Mingus? Ja, Mingus. Charlie Parker. Die, wat die is?
Die is het, hè? Ja. Mm-hmm. Three or Four Shades of... Heb je hier een plaat te draaien? Ja, binnen. Ik heb begonnen met mijn gitaar. Hè. Mag ik uw gitaar eens gebruiken? En dat ging zo snel op een paar weken. Ja, ik weet ook goed. Speelde die tunes van de radio na en ik zeg: godverdomme, die heeft oren aan zijn kop. Zo, nu gaan denk ik. Ik weet niet of ze gestemd is hoor. Maar daar is hij dus op begonnen. Ja. En die speelde ook met alles mee, hè? Ik weet niet of jij dat zoiets gaat, man. Ik weet nog dat ik er toen op zat te oefenen en zo, dat ik dacht van, oh, ik wil elektrisch, ik wil dat horen, weet je, ik wil horen hoe dat elektrisch klinkt, want dat was zo van. Zo ging dat altijd. En toen, ik weet nog dat onze buurjongen van tegenover een kabel had, een jack, gewoon een kabel. Daar heb ik toen weken op moeten wachten en toen had ik die kabel, ik zo, wow, nu gaat dat klinken, wij hebben een versterkertje en dat klonk nog eigenlijk slecht, maar. Dan heb ik je een elektrische gekocht, hè? Ja. Voor je verjaardag, weet je dat? Mi. Sol, Chris. Sol. Ah. Nou Ik heb hem, Tim. Kijk hier. Daar is hem. Kleine Tim. Dat drumstel had ik ooit meegebracht van Frankrijk, van een of andere, weet je wel, reis. Maar dat was na 3 dagen al stukjes slagen, denk ik. Hè. Miljonair warmt Britse Muse fans op. Ja. Heb je dat gezien? Ja. Ik wil dat pas over 10 jaar terugzien. Zeker. Miljonair is nu iets te vroeg. Om al. Richting aan blikken. Yeah.
Merci. Merci beaucoup. Dank u wel. Je bent een miljonair. Yo. Dank u. Yo, merci. Passé. Dank u wel. Dit is ons laatste liedje. Millionaire's Anthem. Oké. Dat is de laatste keer dat we hier spelen. Grapje, grapje. Hey, Pinkpop is te gek. Pinkpop rules. Oké, okay, we gaan het doen.